Hoe kan je brand voorkomen? Heel wat van onze woningbranden die starten in de keuken. Dit in veel gevallen door onvoorzichtigheid. Neem nu maar de handdoek die er wel heel kort bij het vuur ligt. Maar ook soms door onoplettendheid. Onze pan staat op het vuur, je telefoon gaat en je vergeet even je pan. De boter begint op te warmen en spontaan te ontbranden. Een goede tip daarvoor is, maak gebruik van een kookwekker. Een kookwekker zal je er dan doen aan herinneren dat er nog een pan op het vuur staat. Plaats ook een blusdeken in je keuken, zodat je dit kan gebruiken in geval van nood. Denk ook zeker aan de rookmelder. Onze rookmelder die plaats je best juist naast de keuken. Omdat deze in de keuken soms een vals alarm zou kunnen geven. Maar er zijn ook nog andere ruimtes in jouw woning waar er brand kan ontstaan. We kijken hier even naar onze wasplaats. In onze wasplaats daar staat onze droogkast. Wat vinden we in onze droogkast? Enerzijds een warmte-element, maar ook heel veel stof, bijvoorbeeld in de filter. Ga daarom voor iedere droogbeurt je filter even reinigen. En plaats ook hier in deze wasplaats een rookmelder, zodat deze je tijdig kan verwittigen. Kijken we nog even verder in de ruimte, dan vinden we nog heel wat elektronische toestellen. Denk daarbij maar aan je laptop, je gsm die staat op te laden of je elektrische fiets. Laat nooit 's nachts jouw elektrische toestellen op. En trek na de laadbeurt steeds je stekker uit. Denk er ook hier aan om in deze lokale een rookmelder te plaatsen. Wil je meer tips over brandveiligheid? Neem dan een kijkje op de website van jouw brandweerzone of leefbrandveilig.be.